mensen, daar zijn we weer. Nieuwe review met elkaar. En vandaag staan we in Brussel op de Zuidvoort. Jaren geleden al wel eens geweest. Een aantal jaar links laten liggen. Maar dit jaar zijn we er weer eens een keertje. Met een hele goede chauffeur. Mensen, staat achter de camera Marijn. Een hele goede chauffeur hier. Door de straten van het drukke Brussel. We gaan even kijken wat hier dit jaar allemaal staat in Brussel. Het is een doordeweekse dag. Dat zeg ik er vast even bij. Vergeef me dus als ik een keer een attractie stilstaand erop zet. Ik streef er niet naar. Ik streef ernaar om alles draaiend erop te zetten. Maar het zou wel eens kunnen gebeuren dat er toch wat stilstaand opkomt. Nou, vergeef me dus. Eén nieuwe zaak, die gaan we uitlichten. Nou ja, en voor de rest laat je verrassen mensen deze review. We gaan beginnen. Let's go! En wij starten met een draaimolen. Dat ziet er daar. Schitterend, hè? En de La Suisse als glijbaan hier op de kop van de kermis in Brussel. We hebben daar nu al een oversteek gemaakt. We moeten even oversteken. Dan komen we hier is de Systerenbaan tegen van Lyoness. Het is natuurlijk een echte familieattractie, deze Systerenbaan. Gebouwd bij Mark Wright. Je komt ze niet heel vaak tegen, dit soort molens. In Duitsland zit er nog eentje, de Happy Sailor. En in Frankrijk zit er ook eentje, maar dat is geen Mack Rides attractie. Ik dacht dat dat een Fabri was. Dus heel vaak kom je ze niet tegen. Maar deze Systerenbaan pakt altijd de A-kermissen hier in België. Met eetzaken, onder andere Corn Dogs ondertussen. En dan komen we uit bij de Speed Surf. Een super racer gebouwd bij Sobema. En die gaat ook lekker hard hoor. En die schommelt ook lekker. Gaat nu denk ik van richting veranderen. Lijkt wel een beetje natuurlijk ver weg op de Systerenbaan. Dus vind ik nog wel kort op elkaar staan. Maar ja goed, er staat hier al tijden zo hier in Brussel. Dus het zal wel goed wezen. Het zal elkaar wel weinig bijten. De zaak die er steeds mooier uit komt te zien, deze Speedsurf. En kijk eens hoe hard hij nu gaat. Lekker baby. De benodigde Lunaparken zullen we ook weer tegen gaan komen vandaag hier in Brussel. En wat mooi is aan Brussel altijd is dat echt zaak na zaak na zaak staat. Er zit bijna geen ruimte tussen die zaken. Kijk eens, dit is gewoon ja, fantastisch uitgemeten. Ik voel me een beetje net als in Vilvoorde, want daar stond hij ook vlak voor de bomen. En dat is hier in Brussel ook. Het is de VMAX, waardoor het niet makkelijk te filmen is overigens. Van Baudet. Een Boostermax gebouwd bij Fabri. En je kan erin voor 8 euro. Bovenop de ledscherm heeft de VMAX nieuw Firefun. Oh ja, wij zien echt alles hè mensen. En dat allemaal in één keer. We gaan weer verder met een paar spelzaken. Schitterende spelzaken ook, want dit is echt een mooi kraam moet ik eerlijk zeggen. Lijkt een beetje op een eetzaak, maar het is het niet. En dan komen we aan bij de cakewalk van Roes. Maar niet voordat Marijn eventjes konijntjes gegrepen heeft. En dat wordt een... Oh, ik wou zeggen dat wordt in één keer raak, maar dat is het niet. Ja, ik keek naar rechts en ik keek nog een naar links en hij was weg. Ik denk, nou ja, dat moet een Lunapark zijn waar hij zich bevindt. En ja hoor. Ik heb in Tilburg nog voorspeld wanneer hij raak was. Dus ik ga het nou weer proberen. Want tot nu toe zie ik nog weinig potentie in de grijper. Het is natuurlijk gewoon geluk hebben, maar dat niet alleen. Een goede techniek om in ieder geval raak te grijpen, die moet je ook hebben. En ik moet je zeggen, ik mag wel bescheiden zeggen dat Marijn die, ja, die techniek wel beheerst. Hij grijpt weer naar zijn probleem, dus er gaat een nieuwe ronde komen. Ik zal hem opnemen en als die raak is, dan edit ik hem er lekker in. Naast de cakewalk van Roelsdam, wat een Nederlander is, hè? Wist je dat mensen? Het is een Nederlander, maar die reist alleen maar in België. Dus bijna alleen maar in België. Staat de Terror Factory als spookhuis. Moet je eens een keer gedaan hebben. Dat is best een leuk dingetje, mensen. België en zeiken, dat kunnen ze goed hoor. Nederland heeft de naam van het zeiken, maar in België kunnen ze het ook. Zo zijn ze hier weer aan het zeiken in Brussel over de geluidsoverlast. Daarom staan de zaken, het geluid van de zaken ook zacht. Maar de omwoners zijn nog niet tevreden. Steltje zeikers.
En dan komen de Air Max Jumper tegen van Dortmund, gebouwd bij BM Performance Rides. Oh, schitterend uitgesproken weer. Is een van de drie smashing jumpers hier in België. De Air Max Jumper die volgens mij een nieuwe vlag achterop heeft staan. Kijk, die zie je daar staan. Het is wel grappig als nu het geluid wat zachter staat bij de attracties, omdat ze dus geluidsoverlast, nou ja, wat je geluidsoverlast mag noemen, veroorzaken. Dan hoor je heel goed dat wanneer de compressoren vol zitten, de tanks van de compressoren, zodat hij weer opnieuw kan gaan jumpen bijvoorbeeld. Ja, zo'n schermsfreeze natuurlijk wel eens een keer interessant om te horen. Verder met DJ Stappers en de remix. Oh, lekker even lekker in de remix gooien. Het is gek genoeg geen remix. Die hebben ze wel, overigens. Dat is de Technopower natuurlijk. Dat is een remix. Maar dit is een Orbiter. Hij gaat naar boven. Zij zit vanavond ook nog trouwens. Oh yes, het is de bol van de Polyp van Dortmund. Een Monster 3 gebouwd bij Schwarzkopf. Een van de mooiste Monster 3's gebouwd bij Schwarzkopf, vind ik. Ik vind de kleurstelling altijd heel mooi. En ik vind deze Polyp ziet er ook altijd gewoon verzorgd uit. En daarom vind ik dit gewoon één van de mooiste die er is. Walking Waterballs dan hier en dan draaien we door richting Pix the Avenger. Pixel the Avenger, zo moet ik zeggen. Nou, pixels die hebben hier natuurlijk ook zitten. Heel weinig pixels natuurlijk, want die moet je niet te veel hebben, pixels. In dit geval moet je wel pixels hebben. Het is een avontuur iets. We gaan er misschien zo meteen in. We laten zien wat het allemaal precies is. Hij is van Herk. Zaakje erbij dus voor Van Herk. Niet dat de Move It weg is, want die is ook nog steeds gewoon in hun bezet. Maar deze komt erbij. Is voor mij een oud Lunapark, hebben ze omgebouwd tot dit. En is een echte familieattractie voor Mini en Maxi, zoals wij. Hi mensen, we staan voor de hoek. We hebben een brilletje op ons hoofd en we gaan er even doorrijden. Oh, er zit hier water in mensen, dat is niet te geloven. Ja, je ziet het misschien op beeld niet, maar het is echt waar. Af en toe gaat het hier ook golven. Oh, ik zie nou echt helemaal niks meer. Er worden nou stroken schoon gedaan. En oh, ik zie gewoon helemaal niks meer. Oh, ik zie echt niks meer. Nee, dit is een probleempje mensen. Ik zie... Oh, hier. Ja, we hebben het weer. Ja, jullie zien iets anders als wat ik zie, denk ik. Dat dacht ik wel. Kijk, ik zal je even laten zien. Kijk, dit zie ik dus ongeveer. Dus je snapt wel, dat is niet heel makkelijk allemaal. Nou, we zijn binnen. We zien wat lichteffecten, wat glow-in-the-dark effecten, gok ik. Ja.
is, hoe heet hij ook weer? Luigi met ze. Hey, Lost Escape Adventure, baby. Neon elastiek, ja. Moet ik wel zeggen dat ik eigenlijk gehoopt had dat we hier een beetje een soort van hindernisparcours hadden. Dus dat is even een tipje mijnerzijds voor, kartbandje. Voor Tommy. Wat is dat? Dat zijn de bandjes van de kart. Oh, kartbandjes, ja. Maar dat is misschien nog een tipje voor Tommy. Ja, het is een Luna Park geweest, hè? Dus ja, dan moet je heel die vloer aanpassen om daar elementen in te krijgen. Nee, maar bijvoorbeeld met elastieken net als bij Lost Escape Adventure. Oh, dat is zijn kruislinks. Ja. Oh, tipje voor de volgende keer, Tommy. Oh, deze ziet er ook heel creepy uit. Oh, ja, ik weet niet wat je ziet op beeld, maar op beeld zie je dat niet. Maar wij zien van alles door elkaar. Nou, die zaak is dieper dan gedacht. Oh ja, die is zeker dieper dan gedacht. En hier krijg ik wel een soort hindernisbaan. Tenminste, ik gok dat ik hier overheen moet. En onderdoor. Het ziet er allemaal... Dit is een beetje net als Psychedelic. Ja, die heb ik hier ook wel eens voor gedaan. Oh ja, hoe heet die nou ook alweer? Kaleidoscoop. Ja, dat is hem. Maar ik wist niet dat dat dus de Psychedelic was. Maar ik zie nou andere dingen, mensen, als jullie door de camera, maar het is even... Oh ja. Vooral met dit hier. Dat is Laila. Kijk, dan zie je dus dit, ongeveer. 1400 lampjes. Ja, 1400 lampjes, dus je wordt helemaal... Het is een beetje alsof je drugs op hebt. En moet ik zeggen, ik heb dat nooit op, maar heb ik van horen zeggen. We gaan door. Ik vind die glow in the dark spul vind ik wel heel vet. Ja, dat is heel vet. Ja. Zeker met die real light en idee. Ja, daarom. Ik hoor hem show geven. Jouw wensen zijn. Oh ja, hier hebben we wel een hindernisbaan. Ik heb alweer te snel een rondopel getrokken. Ja, mensen, dit zie je alleen maar op de PDK, hè? Deze spectaculaire wiel. Ja, dit is. Lijkt het. Die rook klopt. Lijkt het misschien wat smaller, 13 meter of zo. Maar hij is diep, dat heb ik al gezien. Hij is heel diep. Ja. Kijk, oh zo, ik weet wat hier gebeurt. Ik zo, zo. Dit is. Ik zie er rook. Zo. Zo, tering. Rook zie ik hier, ik kan niet eens meer praten. Bellen zie ik hier, ik zie hier lampen, ik zie hier strepen op de grond, ik zie lezen, ik zie volgens mij hangt hier... Bellen met rook, stroboscoop. En ik denk dat hier een camera hangt, want volgens mij wordt hier nou flink op ons ingespeeld, zeg maar. Ja, dat is echt vet, ja. De botsauto mag natuurlijk ook niet ontbreken. En zo ook hier in Brussel staat er eentje. Dit is trouwens dezelfde die ook in Antwerpen staat. Pak heel veel A-kermissen. Staat hier ook bijvoorbeeld in Luik, maar hier dus in Brussel ook altijd. Zo ziet de autoscooter er aan de buitenkant dus uit. Dan hebben we weer wat eetzaakjes. En dan komen we uit bij het reuzenrad Roux Royal. Het reuzenrad met de draaiende gondels. Het reuzenrad wat overigens voor 6 euro voor volwassenen draait hier. Mensen die het duur vinden, dat kan ik je vertellen. Er staat nog een reuzenrad hier in Brussel. Denk hemelsbreed, metertje of misschien een kilometertje hier vandaan. Die draait voor 10 euro per persoon voor volwassenen. Dus eigenlijk is dit gewoon spotgekoop. En daar, wat zie je daar voor de vrouwtjes? Oh, de 7D-vibrator. Officieel moet je dan daar oversteken, dan loop je hier weer verder over de kermis. Zie je daar nog drie kramen Luna Park en een kindermolen. Maar wij slaan die even over en wij steken later over naar de rest van de kermis. Ja, al die exploitanten weer boos die hier staan. Potverdomme, hij laat me niet zien. Terecht, maar toch slaan we het over. Na een stukje lopen en gevaar voor eigen leven met oversteekplekken en noem het allemaal op, zijn we op het volgende gedeelte van de kermis aangekomen. Iets gezelliger opgesteld stuk van de kermis met dan twee kanten zaken hier, als je het mij vraagt. En bijvoorbeeld hier The Walking Dead als loospookhuis. Labyrinth, glazen deur. Hier staat het geluid wat harder, heb ik het idee, als aan de andere kant. Hier staan ze natuurlijk ook iets verder van de huizen vandaan. Dus daar kan natuurlijk ook aan liggen. Hier hebben we botsbootjes.
Dan komen we aan bij het ena beste funhouse van België, Villa Chaos. We gaan weer verder met de beroofde kramen, eetspecerijen en noem alles maar op. Zelfs een café hebben ze hier, mensen, voor de barkeeper. De rotor, eigenlijk elke A-attractie staat hier wel op de kermis in Brussel. Hilvers is natuurlijk overgekomen uit Antwerpen. Hebben we ook een review van gemaakt, hè, Antwerpen. Kan ook zien op dit fantastische YouTube-kanaal, zeg ik het zelf. Buggybaan hier, mooie buggybaan overigens. Ja, dit zijn nou van die zaken die slaan we vandaag even over om draaiend op beeld te krijgen, mensen. Ik hoop dat je me vergeeft. Oh, hij gaat wel rijden nu, dus ik maak toch nog even een shotje. Eentjes vissen. Een mini funhouse voor de kleintjes. Normaal gesproken staan Luna Park natuurlijk met de route mee. Dat is natuurlijk ook het meest praktische. Maar hier staan ze achter elkaar. Hier een Luna Park. En daarachter staat er nog een Luna Park geschakeld. Ze staan achter elkaar om zo ruimte te besparen aan de route. Mensen, poging 2. Grijpen naar de konijntjes. Marijn is ook fan van dat liedje, hè? Van hey konijntje, kom maar wiebelen, wiebelen. Dat nummer ken ik niet. Oh, hij kent hem niet eens. Het is tijd voor een beetje gitaarmuziek, mensen. Nou, gitaarmuziek horen we niet. Maar het hoort wel bij de attractie. Het is de rock'n'roll van Kylie Simon. Een loopfighter gebouwd bij Technical Park. Bijzonder element in de rit van de rock'n'roll is dit moment. Dat de remmetjes los zijn en je lekker meeschommelt. Hij kan er niet over de kop, dat kan alleen als de gondels vastzitten. Maar omdat je dus een slag maakt met je gondels, kan je dus rolbewegingen maken en dus toch over de kop gaan. Ik ben vandaag met Marijn Vermeeren mee van de kermisreporter. Die vindt het een hele sfeervolle kermis, deze kermis in Brussel. Is het ook. Dat komt met name door dit gedeelte, denk ik. Want hier staat de kermis een beetje net als vroeger in Den Haag. Tussen de bomen. En ja, dat maakt wel een extra sfeer. Overigens zien we nou de spooktrein. De spooktrein. Ja, goede imitatie. En de Simon heeft natuurlijk niet alleen de rock'n'roll meegenomen. Ook de Extreme is meegekomen. Een topscan gebouw bij Mondial. Waar hij in het verleden ook wel eens hier met Tiki Party gestaan heeft in Brussel. Is het voor hem natuurlijk makkelijk om die plaats aan te houden. En dan nu met de Extreme te staan. We zien daar op de achtergrond zien we daar de Elliot rijden. De familieachtbaan hier. Komt nou over het station. Schitterende familieachtbaan is dat hier in België. Misschien wel de mooiste die rondreist. Ik hoop niet dat het een valse bingo is, mensen. Want dat moeten we allemaal niet hebben. Dan moeten we gaan zingen. En geloof mij, daar word je niet vrolijker van. Twee grote banen staan hier. Eén van die grote banen is de wildemuisbaan van Bufkens. De grote wildemuisbaan gebouwd bij Reveson. De Degadens natuurlijk ook present van Verwijk Bufkens. Enige hus breakdance nog reizen hier in België. Dat is wel bijzonder. En al jaren hier vaste gast in Brussel. Maar dat is met al die A-kermisse mensen. Die zitten over het algemeen allemaal vastgeroest hier in België door het verpachtingssysteem hier. Tenminste, verpachtingssysteem die juist ontbreekt. Iedereen heeft hier een plaats voor het hele leven lang. Als je ergens in wil met dit weer, dan is het deze baan. De Tiki Surf. De lokvloem hier van Bufkens. De tweede grote baan dus hier, hè. Ik zit voorin, daar gaan we hoor. Oeh. Oeh. Oh.
dit is gewoon nevelig nat. Ja, je moet je handen wijd houden, dan vang je die golf op. Oh ja. Dat is wel lekker hoor. Ja, want we willen nou echt nat worden. We gaan er voor de tweede keer naar boven. Het is schoon water. Schoon water, ja. Ja, het is zeker schoon water. En oh! In de boot zit ook water. En in de boot zit ook water. Ik heb twee knieën vast met Weber. Oh ja. Dus mijn schoen zit daar vol met water. Overigens zit er ook genoeg water in de boot. Of in de baan. Zoals Kevin zou zeggen, ik sta er niks van als het goed. Oh ja, nee. Oh! We zijn boven. Boven is ook geen water overigens, maar... Een waterbond. Oh ja, dat is inderdaad, ja. Een kleine waterbond is hier, de grote wel. Daar gaan we! Oeh! Oh! Ja, oh, zo! Ja, die was natter. Maar, oh! Ja, daar was ik al boven voor. Maar het is niet super. Ik doe het ook even bij mezelf. Ja, maar jij verwacht het en ik verwacht het niet. Nou, dat was het, mensen. Daar hebben we dan weer overgestoken om het laatste deel van de kermis te bezoeken. Overigens hebben we ook nog even een sanitaire pitstop gehouden bij gratis wc's. Mensen, gratis. Ja, waar kom je dan nog tegen? Gratis wc's op de kermis. Mensen, dat hebben ze goed gedaan hier in Brussel. Alsof Crystal Planet die gewoon dicht is hier. En even een vraagje, mensen. Pasta. Turbine van Pfauser daar. Ik zie zelf een Dordremont die ook gesloten is. Er is iets aan de hand iets hier in Brussel en ik weet niet wat het is. Want ook de turbine daar een stukje verder is dicht. Heel apart. Er zit ook niemand in. Hij draait wel, maar er is ook alles mee gezegd, zeg maar. Nu dus wel draaien. De XXL van Dordremont, gebouwd bij KNG in Nederland. Hij heeft 3 transporten. En draait hij toch wel spectaculair zo ja, met die bomen ervoor. Kijk eens hoe kort hij hier bijvoorbeeld langs gaat. Ja, dat is toch wel gaaf hoor, mensen. Hey, het is Harry. Ik zie ze. Het is toch gelukt. Even die glimmertjes eraf halen en dan is de leuke sleutel langer. Ja, een toppertje. En dat was de kermis de Zuidvoor hier in Brussel. Ja, altijd een op zich mooie kermis. Het is wel altijd een beetje standaard, het staat altijd een beetje vastgeroest hier. Maar dat zijn we in België op de grote kermis gewoon gewend. Dat is gewoon zo. 2 boerenachtige attracties, net als in Antwerpen in principe. Bijt het, nou ja, misschien een beetje, maar niet heel erg. Het dingetje met de omgeving hier, het geluid moet heel zacht staan, zei ik al in de video. Ze hebben allemaal een kastje. Daar houden ze bij hoeveel decibellen ze maken en dat is een begrenziger op de muziek. Ja, de omwonenden hier zitten te klagen van geluidsoverlast. Terwijl die kermis hier al jaren staat, niks aan de hand. En nu ineens dus wel. Onzin, mensen. Het is wel de tijd waarin we leven. En mensen hebben sneller wat te zeiken helaas tegenwoordig. Maar ik hoop toch dat die kermis hier gewoon kan blijven staan. Nieuwe zaak van Tommy van Herk. Leuk, zit potentie in. Hij is ook zeker nog niet af, dat wil ik er even bij zeggen. Dus ze gaan er ook zeker nog dingen mee doen. Maar er zit echt potentie in. Echt een leuke familiezaak. Dus heel veel succes, Tommy. Namens het hele team van de PTK. Dat dus. Villa Gaals hebben we nog even gedaan. Kan je een videootje van zien op TikTok binnenkort. Ook een heel leuk funhouse. En we hebben de VMAX booster nog gedaan. Wauw, wat gaat die hard, mensen. Ik heb nog de tintels in mijn voeten. Al met al, leuk dagje gehad. Beste show. Er zijn er weinig. Dat kan ik wel eens vertellen. Ik kijk even achter de... Nee, gaan we het echt doen? XXL? Ja, het is meer omdat we vinden het humor. Maar... Ja, ik vind het humor. De show is dan... Decadence. Ik zeg gewoon decadence, mensen. Was niet veel show hier, dat moet ik wel even zeggen. Misschien ook wel door het geluid overlast. Maar ook, we zitten door de weeks nu. Het was niet heel erg druk overdag. Nu vanavond opvallend druk, moet ik zeggen. Bij de attracties ook. Dus dat valt me niks tegen. Dus dat kan daar ook mee te maken hebben. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt, want er komt binnenkort veel meer aan.
bijvoorbeeld een kermis wat te maken heeft met geld. Ja, welke kermis zou het wezen? Je ziet het binnenkort. En binnenkort weer een nieuwe podcast op jouw favoriete podcastplatform. Kan je die luisteren? Ook iets te maken met België, dus wordt helemaal top. Tot de volgende keer mensen, toedeledokio.